Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe update, vlog, idee achter iets. Het is bijna zomervakantie, het is nu lekker weer. En wij zijn druk met dingen afronden van school. Ik dan. Nou, Sjoerd heeft wel vakantie, lol. Maar verwacht niet te veel video's van ons in de zomervakantie. Wij gaan natuurlijk weg, ik moet werken, dus ik ben wel thuis, maar ik ben druk bezig. Geen wekelijkse video's meer in de vakantie, zoals PD en City Skylines. Het is bijna dus vakantie. Ik moet werken, dus ik ben wel thuis, maar ik kan geen video's opnemen. Daar heb ik geen tijd voor. In de tijd dat ik op de camping ben, wil ik graag wel video's opnemen met Sjoerd. Ja. 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 Maar ja, ik ben wel thuis in de vakantie, grotendeels, maar ik moet werken. Dus ik kan misschien wel video's editen en renderen. En misschien ook uploaden. Maar dat weet ik nog niet precies, dus dat komt misschien wel, misschien niet. We willen misschien in de vakantie willen een soort van podcasten. Hoe dat dan doen, dat is echt heel episch. We zetten DJ-set neer. Daar staat er 1 of 2 microfoons aan, moeten even kijken. Ja, en dan gaan we dus gewoon mixen. En af en toe zetten we muziek gewoon zacht en de microfoon doen we open. En dan gaan we een soort podcast maken. Dus live in de mix. Dat willen we gaan livestreamen op YouTube. Dus hou je Twitter, Facebook en hou de mail in de gaten. Dat is ook heel belangrijk, want als wij gaan livestreamen, krijgen we automatisch een mailtje van. Dus hou dat in de gaten. En ja, verwacht dus niet al te veel video's van ons in de vakantie. Nee. Dus verwacht niet te veel van ons. En als je misschien een leuk idee hebt wat we misschien in de zomervakantie kunnen uploaden, stuur het alsjeblieft naar ons. Laat het ons weten. Kunnen wij dat misschien doen, want we hebben tijd van de zomervakantie, vooral Sjoerd. En Oké, maar dat was eigenlijk kort. Ja, niet zeggen, dat blijft vast zien. Oké, vertel. Oké, maar kort samengevat. Dit was eigenlijk. En verwacht niet te veel video's van ons. En ik hoop dat jullie een beetje up-to-date zijn wat er een beetje gaat gebeuren in de zomervakantie. Heb je nog vragen? Laat het gewoon weten. Stuur een mailtje naar friedup@gmail.com of zoiets. En hou je Twitter en Facebook in de gaten. En dat is het eigenlijk. Dus ik zeg, later!